Ja. Ga je gang. Dank je. Ja, dus ik ben Michel van Duinen. Ik ben een cultuurhistoricus en ik ben gespecialiseerd in ja, de geweldsverbeelding in de vroegmoderne periode. En het afgelopen of vorig jaar heb ik onderzoek gedaan bij het Rijksmuseum Amsterdam als Johan Huizinga Fellow. En daar deed ik onderzoek naar de geweldsverbeelding in 17e-eeuwse maritieme schilderijen, dus schilderijen van zeeslagen en specifiek eigenlijk de vroeg 17e-eeuwse schilderijen. En waarom deze categorie van schilderijen? Dat is omdat die hele expliciete en lichamelijke vormen van geweld laten zien. Dus dan spreken we letterlijk, of zoals de titel al laat zien, over ontploffende hoofden en versplinterde armen. Dus je ziet heel plastisch en expliciet zie je de impact van kanonskogels, van kogels op het menselijk lichaam. En daar zijn die 17e-eeuwse, vroeg 17e-eeuwse werken echt uniek in. Dus je ziet het niet in later 17e-eeuwse werken. Voor zover ik weet is het ook vrij uniek voor de Nederlandse schilderkunst. Dus ik was vooral benieuwd eigenlijk van wat is nou, ja, wat is de achtergrond van die hele gewelddadige verbeelding? Wat is eigenlijk de betekenis van dat geweld in dit soort schilderijen? Om te laten zien eigenlijk van, nou ja, waar gaat het over? Hoe ziet dat geweld eruit op zo'n schilderij? Stel voor dat we gewoon beginnen met dit werk dat we hier zien. Een werk uit het Rijksmuseum uit 1617, geschilderd door Hendrik en Cornelis Vroom. Hendrik is de vader en Cornelis is zijn zoon. En Hendrik Vroom die is eigenlijk een beetje de godfather, zou je kunnen zeggen, van de Nederlandse maritieme schilderkunst. Dus hij is actief laat 16e, eerste helft 17e eeuw. Hij is degene die echt de maritieme schilderkunst als een zelfstandig genre op de kaart zet. Hij was dus vrij succesvol. Hij was ook zeer duur om in te huren om een schilderij te laten maken. En dit werk is dus uit 1617 en het toont een zeeslag, een historische zeeslag uit 1601, waarbij Nederlandse schepen of Hollandse schepen en Spaanse galeien elkaar treffen in het Engelse Kanaal. Dus er zijn een aantal van die galeien, Spaanse galeien, zijn op weg naar Zeeuwse wateren, want die galeien doen het vrij goed in eigenlijk ondiepe wateren, zoals in Zeeland. Zoals je ziet op dit schilderij doen ze het minder goed eigenlijk in de open zee. Dus die Nederlandse schepen tijdens deze slag, die varen eigenlijk in die beuken, die rammen, die galeien. En zoals je ziet is dat vrij succesvol. Dus die galeien die breken en die gaan de diepte in. Dus dat is ook waar dit schilderij zo op richt. Je ziet dat spectaculaire beeld van dat schip dat eigenlijk op je afkomt. Dat Nederlandse schip, je ziet de galeien die eigenlijk ramp, die zie je al de diepte ingaan. We kunnen even inzoomen. Daar zie je hoe al die galeislaven, dus dat waren mensen die gedwongen werden om dit soort galeien te roeien, die zijn te herkennen aan hun ontblote bovenlijf. Die zie je hier al in het water liggen. Je ziet enkele matrozen, eigenlijk Spaanse matrozen. Even een vraag aan jullie: zien jullie mijn muis? Want dan kan ik dingen aanwijzen. Ja. Je ziet hier zich vastklampen aan die boeg hier zo. En volgens de ooggetuigen verslagen worden ze vervolgens er afgeschoten. Dus het is een vrij gruwelijke aangelegenheid. Maar dat lichamelijk geweld, dat zit niet in dat botsen van die schepen. Het zit echt in de hele kleine details van dit schilderij. En dat zie je namelijk op de linker galei van dit schilderij. Daar zie je allereerst een man die vrij dramatisch hier gestileerd neervalt. Daar gaat het niet om. Het gaat om die man rechtsboven, waarbij je ziet dat zijn arm bij de elleboog door midden wordt geschoten. Dat is een heel lichamelijk expliciet geweld. En je ziet linksonder, zie je een man die, ja, een Spaans soldaat, wiens gezicht eigenlijk letterlijk eraf wordt geschoten. Dus je ziet eigenlijk een waas van rood bloed dat naar achter spuit vanaf de plek waar zijn gezicht heeft gezeten. En dit zijn dus echt van die hele, ja, expliciete, gewelddadige beelden die zo
sprekend en uniek zijn voor die vroeg 17e eeuwse werken. Ze laten letterlijk zien wat er, ja, wat er gebeurt als een kogel een menselijk lichaam raakt. Nou ja, het werd net al even gezegd, hoe ben ik bij toch zo'n beetje morbide onderwerp terechtgekomen? Ik ben bijna 2 jaar geleden gepromoveerd op een proefschrift over het geweldsverbeelding in de Nederlandse prentcultuur uit de tweede helft van de 17e eeuw. En heel kort, je ziet eigenlijk in die tweede helft van de 17e eeuw dat er een heel grote interesse is in vooral eigenlijk wat wij zouden noemen koffietafelboeken, dus dure, geïllustreerde boeken, naar expliciete afbeeldingen van geweld. Dus dat is een booming business. De niche voor dit soort dure boeken die is vrij groot aan het einde van de 17e eeuw. En daar zitten dus allerlei gewelddadige afbeeldingen in. Het is echt een cultureel fenomeen specifiek voor die periode. En nou, vanuit daar ben ik eigenlijk dus in dat onderwerp gerold van die maritieme geweldsverbeelding. Volgens mij was het toen de tentoonstelling over 80 jaar oorlog in het Rijksmuseum was. Toen was er daar bezoek en ik zag die schilderijen van die zeeslagen en de vormen van geweld die ik daarop zag, die kon ik niet helemaal plaatsen, want dat was iets wat ik nog nooit eerder had gezien. Dus ik was benieuwd van wat maakt die werken nou zo speciaal? Is er al over geschreven? Is er eigenlijk meer informatie over? En dat bleek niet zo te zijn. Dus zoals ik zei, ik ben een cultuurhistoricus, dus ik ben vooral geïnteresseerd van wat nou die betekenis is van dat geweld op die schilderijen. Dus wie wil dat aan de muur hangen? Wie wil dit überhaupt laten maken? En wat is de betekenis dan van dat geweld als het eenmaal aan de muur hangt? Nou, om terug te komen op die maritieme werken uit de vroege 17e eeuw. Wat eigenlijk een eerste duidelijke conclusie voor mij was, is dat dit soort geweld waar ik het net over had, dat zie je eigenlijk op niet heel veel schilderijen. Het gaat om een hele specifieke categorie van schilderijen, namelijk de grote en daarmee ook dure werken die op bestelling werden gemaakt. Dus commissiewerken. Dus je vindt het niet op de kleine generieke werken die voor de markt werden gemaakt. Het gaat dus echt om de dure werken die op bestelling werden gemaakt voor vaak de elites van de Republiek. Dus het gaat om opdrachten voor de admiraliteiten, voor stadsbesturen, opdrachten van de Staten-Generaal. En die schilderijen hadden dan ook vaak een hele sterke representatieve functie. Dus ze werden opgehangen in semi-publieke ruimtes. Dus dan denken we aan stadhuizen, vergaderzalen. Maar ze werden ook gegeven eigenlijk als, ze werden, werden ook gebruikt als relatiegeschenken. Dus ze werden verscheept als giften naar buitenlandse staatshoofden. Ook binnen de Republiek zelf werden ze gebruikt eigenlijk als een soort visitekaartjes. Dus het werk dat jullie hier zien, dat is de slag bij Gibraltar door Cornelis Claesz van Wieringen, dat nu in het Scheepvaartmuseum te zien is, het allergrootste werk van een zeeslag uit de Nederlandse geschiedenis. Het is echt gigantisch. En dat is gemaakt in opdracht van de Admiraliteit van Amsterdam. En dat was een gift aan Prins Maurits. Dus dit was vooral eigenlijk om te onderstrepen vanuit de kant van de Admiraliteit van Amsterdam wat voor belangrijke rol zij hadden gespeeld in de slag bij Gibraltar. Dus dit soort werken hadden een hele sterke representatieve functie. Het waren een soort visitekaartjes. Het was een manier van die elites om zichzelf te representeren binnen de Republiek, maar ook dus extern, als richting het buitenland. En het gaat hier dus, dat geweld, dat zie je dus alleen in die hele grote, dure schilderijen die in opdracht werden gemaakt. En dat is ook maar een select aantal schilderijen. En een gedeelte daarvan is ook verloren gegaan. Dus we hebben nu, laat zeggen, in mijn studie gebruik ik zo'n 20 van dit soort werken. Nou, zoals ik al zei, die fascinatie die er is met geweld, die richt zich vooral op het menselijke lichaam. En daar komt nog een aspect bij. En dat is eigenlijk die fascinatie met buskruitwapens. En dat is interessant omdat natuurlijk buskruitwapens werden ook op land gebruikt. Maar op schilderijen van veldslagen te land zie je eigenlijk niet de beelden die je ziet in maritieme schilderijen. Dit is een heel spectaculair voorbeeld weer. Een werk dat in het Rijksmuseum hangt
ook van Cornelis Claeszoon van Wieringen, wederom de slag bij Gibraltar. Maar dit is een proefstuk. Dus dit is het werk dat van Wieringen maakte om eigenlijk aan te tonen dat hij genoeg vaardigheden had om dat hele grote werk te maken wat dus nu in het Scheepvaartmuseum te zien is. En het toont eigenlijk een andere interpretatie van de slag. Je ziet hier een Nederlands schip links dat vastzit in een Spaans schip rechts. En dat Spaanse schip dat ontploft. Dus de buskruit heeft vlam gevat. En je ziet eigenlijk al de vlammen die eigenlijk uit dat uiteenbrekende schip tevoorschijn komen. Dus daar is natuurlijk ook waar je oog als eerste naartoe gaat, naar dat schip dat ontploft. Maar je ziet in de... Nu ga ik heel eventjes de camera of de... Ja, de beeld even weggaan. Je ziet aan de rechterkant een close-up van wat er boven dat schip gebeurt. En daar zie je allerlei figuren die in stukjes door de lucht vliegen. Dat zijn Spaanse soldaten, matrozen, een beetje plastisch, bijna stukken geblazen de lucht in vliegen. Dus hier is een torso, hier is een paar benen. Deze man mist een arm en een been. En dat zie je ook eigenlijk in de zee onder het schip, zie je ook allerlei mensen drijven die lichaamsdelen missen. Dus dat geweld is enerzijds, het gaat over menselijke lichamen heel erg. En ook is die duidelijk die fascinatie met buskruitwapens te zien. Dus ontploffingen, kanonskogels, et cetera. En een ander heel goed voorbeeld daarvan is wederom een werk van Hendrik Vroom. Dit is een uitsnede van een veel groter werk van de slag op het Haarlemmermeer. En daar zien we op dit Spaanse schip, en het heeft ook nog de Amsterdamse vlag, die zie je nu niet, maar die zit iets verder links eigenlijk in beeld. Dus een Amsterdams schip, wat aan de kant van de Spanjaarden vecht, waarbij je dus ziet hoe, in een heel klein detail, dit is echt, je moet er vrij dicht op staan om dit goed te kunnen zien, maar daar zie je dus hoe een Spaanse officier in de nek wordt geschoten, terwijl er al een andere soldaat zonder hoofd op de grond ligt. Dus het gaat echt om die hele kleine details die zich dus enerzijds richten op echt op menselijke lichamen en op, in dit geval, de impact van de kogels specifiek. En als laatste voorbeeld wil ik nog laten zien, eigenlijk mijn favoriete voorbeeld, drie uitsneden uit de slag bij Sluis in het Scheepvaartmuseum te zien, waarbij je eigenlijk ziet dat die thema's telkens terugkomen. Dit is wederom een werk van Hendrik Vroom. Je ziet die man met de gebroken arm links, die doet ons natuurlijk denken aan die andere man met gebroken arm die we zagen in het overzeilen van de galeien op de eerste slide. We zien in het midden weer soldaten die hun hoofd verliezen. Dus dat is natuurlijk prominent in het midden hier, maar ook hier zie je hoe er iets misgaat. En geheel rechts zien we een ongelukkige galeislaaf die over de reling hangt zonder hoofd, waar ook nog bloed uitspuit. Dus wederom die hele expliciete, gewelddadige verbeelding die zo uniek is voor die vroeg 17e eeuwse maritieme werken. En dus de vraag natuurlijk, waar komt deze gewelddadige verbeelding nou eigenlijk vandaan? En specifiek zijn ze aan ander soort gebronnen te verbinden. Dus enerzijds is natuurlijk de vraag van, zijn er andere visuele bronnen die gelijksoortige beelden tonen? Prenten, tapijten, et cetera. En zijn er misschien dus geschreven of gedrukte schriftelijke bronnen waar we ook nog eigenlijk verbindingspunten vinden voor dit soort beelden? En het interessante is eigenlijk dat dit soort gewelddadige beelden, die vind je niet terug in de printcultuur van die tijd. En dat is, was voor mij een verrassing. Want ik had natuurlijk, mijn proefschrift ging over de zeer gewelddadige prenten uit de tweede helft van de 17e eeuw. Er is echt vaak genoeg geweld op te zien. Maar in de maritieme prenten uit de eerste helft van de 17e eeuw, is er eigenlijk helemaal niet zoveel van dat lichamelijk geweld te zien. Dus je ziet, dit is een prachtige print. Een soort, je zou... De historiografische term is nieuwsprint. Dus een print die kort na de slag bij Gibraltar werd gemaakt en los werd verkocht. En je ziet hier dus natuurlijk prachtig hoe die schepen de,
die Hollandse schepen de baai van Gibraltar binnenkomen. Maar je hebt een vrij afstandelijke blik. Dus je ziet de nadruk op de schepen. Je ziet eigenlijk bijna geen mensen hier. En dat geweld wat we zagen op die schilderijen, dat is hier helemaal niet zichtbaar. En dit geldt eigenlijk voor alle maritieme prenten uit die periode. Dus ze hebben meer afstandelijke vogelvluchtblik. Ze laten dus niet echt dat lichamelijke geweld zien. En daarmee zijn ze dus eigenlijk heel anders dan die schilderijen. Wat misschien nog het meest dichtbij de schilderijen komt qua geweld, dat zijn een aantal tapijten die zijn gemaakt met betrekking tot zeeslagen. De meest bekende daarvan zijn in het Zeeuwse Museum te vinden. De Staten van Zeeland die lieten aan het einde van de 16e eeuw een serie wandtapijten maken die al betrekking hadden op zeeslagen tegen de Spanjaarden uit de vroegste fase van de Nederlandse opstand. En het interessante is, die tapijten hebben natuurlijk eigenlijk een soort gelijksoortige functie als die schilderijen. Ze zijn groot, het zijn echt dure objecten en ze zijn in opdracht gemaakt van in dit geval de Staten van Zeeland. Dus in dat opzicht lijkt het een beetje op. En ze tonen ook een overlap eigenlijk in de producenten, omdat veel van deze tapijten die in Zeeland hangen, die zijn ontworpen door Hendrik Vroom. Dus voordat Hendrik Vroom echt begon met schilderijen in opdracht te maken, was hij al actief als ontwerper voor kartons voor deze wandtapijten. Dus het zou je ook niet verbazen dan dus dat er bepaalde gewelddadige elementen in deze tapijten zitten, die later ook terugkomen in de schilderijen van Hendrik Vroom zelf. Dus dit is een van die tapijten die dus in het Zeeuws Museum nu te bezichtigen is. En als we dan inzoomen helemaal rechtsonder, daar zien we een sloep achter een Spaans schip. Dan gaan we heel erg ver inzoomen daarop. Daar zie je deze man die eigenlijk achterover de sloep uitvalt. En als we dan nog verder inzoomen op zijn arm, dan zie je dus dat zijn arm door midden is geschoten. En dit is echt een stukje vakmanschap. Je ziet echt hoe die golf van de zee achter of tussen die arm heen gaat. Of ertussendoor. En het is natuurlijk thematisch heel goed te verbinden met al die doorgeschoten armen die we zagen in andere werken van Hendrik Vroom. Dus het enige waar je het eigenlijk een beetje tegenkomt is in die tapijten. En nou, een gedeelte van de verklaring daar is, dat is eigenlijk, ja, die zijn ontworpen door een van die latere schilders, een van die producenten van diezelfde gewelddadige schilderijen in de vroege 17e eeuw. Nou, zoals ik zei, dat geweld is eigenlijk heel specifiek voor die schilderijen. Dus je vindt het eigenlijk niet in andere visuele bronnen. Dus niet in de prenten en ja, heel soms in die tapijten. Er zijn ook niet zoveel tapijten geproduceerd in de Nederlandse Republiek. Dat is echt maar een handjevol. Maar het interessante is wel dat in teksten vind je het overal. Dus het is een heel populair thema, dat hele expliciete geweld. Het wordt eigenlijk in allerlei soorten bronnen beschreven. En dan heb je het over hele populaire bronnen, zoals geuzenliederen, pamfletjes, nieuwsberichten. Daar vind je dit soort beschrijvingen. Maar je vindt ze ook in de werken voor de elite. Dus je vindt het ook in werken voor een geleerd publiek, zoals de geschiedenissen van Emmanuel van Meteren. Je vindt in de werken van Pieter Boer, PC Hoofd, Hugo de Groot. Die hebben allerlei beschrijvingen van die zeeslagen in hun werken, waarin ze uitgebreid vertellen over benen die worden afgeschoten, over hoofden die in het rond vliegen. Dus dat is niet iets wat we moet verbinden met goedkope pulp. Het is echt iets wat in alle lagen van de geschreven cultuur eigenlijk is terug te vinden. Dus het was een heel populair thema. En ik wil ook wel speculeren dat dit ook waarschijnlijk in mondelinge cultuur heel populair was. Dus wat we natuurlijk nu over hebben zijn alleen de gedrukte bronnen en de geschreven werken. Maar ik ben ervan overtuigd dat ongetwijfeld in de kroegen en op schepen dit soort verhalen ook circuleerden of werden gezongen. En het meest eigenlijk populaire, of het meest eigenlijk mijn favoriete voorbeeld van zo'n
populaire interpretatie van dat extreme geweld is een gedichtje, zoals het hier staat op de kogel, waarmee Jacob van Heemskerk is gedood. En Jacob van Heemskerk was de admiraal die de leiding had tijdens de slag bij Gibraltar. Hij wordt al vrij snel, in die slag wordt hij gedood. Volgens de beschrijvingen, in dit geval van Emmanuel van Meteren, gaat de kanonskogel, die hem doodt, eerst door een matroos voor hem, die wordt door midden geschoten. Vervolgens gaat die kanonskogel dwars door het linkerbeen van Heemskerk. En daarachter neemt hij ook nog eens de hand van de matroos achter van Heemskerk mee, voordat hij het schip verlaat. Dus dat is een zeer gruwelijke aangelegenheid. Dat wordt beschreven in veel geschreven werken. En van Heemskerk die sterft vrij snel nadat hij zijn been verliest. Ik zie iets in de chat komen. Even kijken. En dan, het interessante is dus dat ergens in die vroege 17e eeuw komt opeens een gedichtje dat gaat over dit voorval. En het is een satirisch gedicht dat uit het oogpunt van de kanonskogel is geschreven die Van Heemskerk heeft gedood. Dus Van Heemskerk is natuurlijk is er de eerste eigenlijk zeeheld geworden voor die Nederlandse Republiek. Hij krijgt een graf op kosten van de Staten-Generaal. Maar dan verschijnt ook dit gedicht, dus waarbij eigenlijk die kanonskogel begint met klagen. Die kanonskogel zelf volgens dit gedicht ergens liggen in een molentje in Velzen, waarbij die wordt gebruikt om mosterd te malen. En die kanonskogel klaagt dat, nou ja, omdat hij Van Heemskerk heeft gedood, zou die eigenlijk in een met goud beslagen kist moeten liggen in het Escorial. En dat is, zegt hij, wat hij verdient. Maar in plaats daarvan wordt hij, eigenlijk zegt hij, misbruikt door die lompe boeren in Holland die hem gebruiken om mosterd te malen voor de ham. Dus dit is een soort, ja, een satirisch gedicht waarbij dat hele extreme geweld van iemand die wiens been wordt afgeschoten en daardoor sterft, dat wordt dan eigenlijk gecontextualiseerd als iets wat satirisch of grappig kan zijn. En in dit geval in het kader van een anti-Spaans gedichtje natuurlijk. En je ziet daarvan ook andere voorbeelden waarbij bijvoorbeeld dat geweld wordt gezien als iets goddelijks. Dus bijvoorbeeld een Spaanse kapitein die wiens benen worden afgeschoten. Dat wordt dan bijvoorbeeld door schrijvers gezien als iets wat duidelijk de hand van God laat zien. Er zijn allerlei manieren ook in dit soort bronnen waarbij of waarop die mensen, Nederlanders eigenlijk op een bepaalde manier betekenis proberen te geven aan dat extreme geweld, wat we dus ook zien op die schilderijen. Nou, nu is het jullie misschien ook al opgevallen dat eigenlijk die al die figuren die in stukjes de lucht invliegen, die armen verliezen, wiens hoofden ontploffen, eigenlijk in alle gevallen zijn dat altijd Spanjaarden. Dus er is een heel duidelijke link tussen, zullen we zeggen, de wiens lichamen worden vernietigd en eigenlijk de, hoe zou ik het zeggen, de propagandistische waarde van die werken. We zien op die schepen, bijvoorbeeld Nederlandse schepen, zien we op die schilderijen ook wel lijken liggen. Dus je ziet daadwerkelijk ook gewoon doden liggen op die Nederlandse schepen, maar die zijn altijd intact. Dus het fragmenteren van het lichaam en het tonen van de vijand die in stukken wordt geschoten, dat heeft een hele eigenlijk culturele betekenis in die schilderijen. En dat kan je ook natuurlijk wat terugzien in bijvoorbeeld de strafcultuur van de vroegmoderne periode. Misdadigers werden vaak voor of na een dood eigenlijk in stukken gesneden. Dus er werden handen afgehakt natuurlijk, hoofden. Dat had te maken met het idee dat de fragmentatie van het lichaam iets oneervols is. En dat zie je ook eigenlijk terug in die schilderijen. Dus je ziet dat het alleen gaat om de vijand die wordt getoond zonder hoofd, zonder arm, et cetera. Als we bijvoorbeeld kijken naar Jacob van Heemskerk, die is de meest, een van de meest bekende Nederlandse zeehelden uit de 17e eeuw. We hebben geen enkele afbeelding waarop je ziet dat Van Heemskerk sterft. Dus hij is niet eigenlijk vormgegeven als een martelaar die
zijn been geeft voor het vaderland. Er zijn geen afbeeldingen daarvan gemaakt, niet in de 17e, niet in de 18e, niet in de 19e, ook niet in de 20e eeuw. Dus daarmee zie je ook dat als het gaat om die zogenaamde zeehelden, dat het ook dat het tonen van het lichaam, eigenlijk het gefragmenteerde lichaam, dat het ook een soort taboe is in die 17e eeuw. De enige indirecte verwijzing die we hebben, die is het harnas van Heemskerk. Dat hing vroeger boven zijn graf in de oude kerk. Nu hangt het in het Rijksmuseum. Je ziet dat het linker dijstuk is van dit harnas weggehaald. En dat verwijst natuurlijk dus indirect naar dat schot dat zijn linkerbeen deed verliezen. Het is natuurlijk een vrij indirecte verwijzing. Het is compleet niet te vergelijken met die zeer bloedige beelden die we zagen als het ging om Spaanse soldaten en Spaanse matrozen die in stukken worden geblazen of die hun hoofd verliezen. Dus dat is heel duidelijk we hebben over de functie van die schilderijen. Ze hebben duidelijk een propagandistische functie. En je zou ook kunnen zien, ik zou ook wel willen zeggen dat die schilderijen dus in de vroege 17e eeuw ook een functie hebben dat ze laten zien dat Nederland, de Nederlandse Republiek, een soevereine macht is. En soeverein zijn betekent in die tijd, maar nu nog steeds eigenlijk, dat je als staat geweld mag gebruiken. Dus het heel expliciet tonen van dat geweld, dat heeft ook iets te maken met, denk ik, de noodzaak van die elite om te tonen van wij zijn een rechtmatige, onafhankelijke macht. En wij mogen ook en wij kunnen geweld gebruiken. En dat is natuurlijk in die vroege 17e eeuw, zeker rond het bestand, een belangrijk thema in de Nederlandse Republiek. Nou, zoals ik zei, dat geweld op die schilderijen is eigenlijk vrij uniek voor de vroege 17e eeuw. En dan hebben we het over de eerste generatie van maritieme schilders in de Nederlandse Republiek. En het interessante is, het verdwijnt dus ook met de tweede generatie, die actief is vanaf het midden van de 17e eeuw, vanaf 1650 laten we zeggen. Dus de maritieme schilderkunst die bloeit als nooit tevoren, ook in de tweede helft van de 17e eeuw. Er worden nog steeds gigantisch grote schilderijen gemaakt voor die Nederlandse elites. Maar ze laten niet meer dat geweld zien dat zo kenmerkend is voor die vroege 17e eeuw. En het beste voorbeeld, de meest succesvolle schilder eigenlijk uit die tweede generatie maritieme schilders, dat is Willem van de Velde, de Oudere. Die is vooral bekend van zijn gigantische penschilderingen, waarvan meerdere te zien zijn ook in het Rijksmuseum. Dat zijn gigantische werken, vaak nog groter dan de schilderijen uit de vroege 17e eeuw. En die laten dus heel gedetailleerd zien wat er... Ja, die laten eigenlijk zo'n veldslag in prachtig detail zien. Maar wat je tegelijkertijd ziet is dat lichamelijk geweld compleet is weggelaten. Dus we zien hier bijvoorbeeld, dit is ook een detail van een veel groter doek, de slag bij Livorno. We zien schepen ontploffen, we zien kanonsalvo's, we zien schepen die in brand staan. En we zien ook heel veel menselijke figuren, maar die zijn allemaal intact. Dus die missen geen hoofden, die missen geen armen, die missen geen benen. Dat hele lichamelijk geweld is eigenlijk een beetje weggepoetst. Je zou kunnen zeggen, dit is een soort schoongemaakte versie van hoe oorlog op zee was. Want dat was natuurlijk een gruwelijke aangelegenheid. Dus zelfs hier zien we een kanonsalvo. We zien hier allerlei figuren het schip ontvluchten, maar niemand is daadwerkelijk gewond. Dus dat is een hele andere manier natuurlijk van het verbeelden van dat geweld. De nadruk komt echt te liggen op de schepen. Dus hier zien we een schip ontploffen bijvoorbeeld. Maar dat lichamelijk geweld is compleet weg. En een ander voorbeeld weer van Willem van de Velde, de Oudere. Hier zien we de slag bij Ter Heide, 1653. Wederom een prachtig groot doek, zeer gedetailleerd. Maar we zien meer niet dat lichamelijk geweld. Er zijn heel veel menselijke figuren te zien hier. Sommige verdrinken wel, maar niemand die mist een ledemaat, niemand is gewond, et cetera. En als we bijvoorbeeld dit vergelijken, dit is interessant met wat er geschreven wordt in die tijd. Dus dit is de beeldende kunst, maar wat wordt er daadwerkelijk geschreven over die zeeslagen? Dat is nog steeds even bloedig. Dus als we kijken naar Jan Vos, een bekende dichter uit midden van de 17e eeuw.
Hij beschrijft deze slag als volgt. Hij zegt, de zee werd rood van bloed. De hoofden, armen, benen en ingewanden van mensen maken hier een slibberige weg. Het zuchten, jammeren, wenen van het gekwetste volk, het kraken van het vuur en het balderen van het geschut vervulde Thetis' ende. Hardnekkig krijgsvolk vecht in spijt der krijgsellende. Wat Jan Vos hier met woorden doet, is natuurlijk in zekere zin verbonden met die vroeg 17e eeuwse werken. Hij heeft het over hoofden, armen en benen. Uiteraard impliceren dat daar de wonden te vinden zijn. Hij heeft het over ingewanden die dekslibberig maken. Maar als je natuurlijk deze vergelijking of deze beschrijving eigenlijk vergelijkt met wat we zien op de schilderijen van de velden, maar ook van zijn tijdgenoten, dus alle andere schilders die in de tweede helft van de 17e eeuw actief zijn, die laten hier niks van zien. Dus je ziet echt dat die textuele beschrijvingen die gaan hele andere kant op dan, laten we zeggen hier dus de visuele kant, zoals Van de Velde laat zien. En hiermee kom ik naar de conclusie van mijn presentatie. Dus wat is eigenlijk, wat zit erachter dat verdwijnen van het gebeeld uit de maritieme kunst in de 17e eeuwse Nederlanden? En allereerst denk ik eigenlijk dat wat je ziet vanuit de kunsthistorisch perspectief is dat er een veel grotere rol is voor artistieke conventies in de tweede helft van de 17e eeuw. Dus als we het hebben over die eerste generatie maritieme schilders zoals Hendrik Vroom, Cornelis Claesz van Wieringen, die hebben volgens mij veel meer ruimte om eigenlijk om te experimenteren. Dus als we denken aan dat ontploffende schip van Wieringen, de figuren die daar door de lucht vliegen, dat is vrij uniek. En ik denk dat daar ook ruimte voor was in zijn tijd, omdat de maritieme schilderkunst nog in opkomst was en er ook minder conventies waren. Dat is heel anders alweer op het moment dat bijvoorbeeld Willem van der Velde actief is. Dan is de maritieme schilderkunst echt een gevestigd genre. Er zijn er ook meer conventies te vinden over wat je wel en niet toont op zo'n schilderij. Wat je ook ziet eigenlijk is dus dat er in de loop van de 17e eeuw een grote verschil komt tussen tekst en beeld. Dus in die vroege 17e eeuwse werken, dat geweld dat je daar ziet, dat is heel duidelijk te verbinden met allerlei textuele bronnen. En dat gaat over ooggetuigenverslagen, zoals ik zei, alles van pamfletten, liederen, zoals zo'n gedicht over een kanonskogel bijvoorbeeld. En het gaat ook over die hele wat meer deftige, dure geschiedwerken die ook te vinden zijn in de vroege 17e eeuw. Die overlappen heel erg veel met elkaar. En wat je dus ziet in de tweede helft van de 17e eeuw is dat die overlap compleet verdwijnt. Dus iemand als Jan Vos die heeft het over ingewanden die op het dek liggen en hoofd en armen en benen die in het rond vliegen. Maar iemand als Willem van der Velde die laat prachtige schepen zien, maar die laat niet al dat geweld meer zien. Dus je ziet eigenlijk dat dus wat die textuele bronnen doen, dat gaat heel erg eigenlijk afwijken van wat de visuele bronnen doen, in dit geval de schilderijen. En dat hangt natuurlijk samen met het laatste punt. Je hebt eigenlijk te maken dus met een verschuivende smaak van die Nederlandse elites die dit soort werken laten maken. Dus blijkbaar willen zij niet meer de ontploffende hoofden en versplinterde armen aan de muur hebben. Nou, dit is natuurlijk allemaal speculatie van mijn kant. Dus het jammer is, niemand, zowel de kijkers als de schilders, niemand in de 17e eeuw die schrijft eigenlijk op waarom ze geweld wel of niet laten zien. Dus daar moeten we gewoon over speculeren. Maar zoals ik zei, dat geweld in die vroege 17e eeuw heeft voor mij volgens mij ook de functie van het tonen dus van die soevereine macht die de republiek graag wil uitstralen. In ieder geval die de elites van de republiek willen laten zien. En als je dan kijkt naar de tweede helft van de 17e eeuw, in ieder geval tot 1672, is er natuurlijk veel minder behoefte aan. Dus Nederland de Nederlandse Republiek is onafhankelijk, is erkend vanaf de Vrede van Münster. Dus daar is misschien toch minder interesse en minder dringende noodzaak voor te gevoeld om dat geweld te tonen. Het kan impliciet blijven, dus het geweld kan gewoon eigenlijk aan de verbeelding worden overgelaten. Het hoeft niet meer zo expliciet getoond te worden.
En die elites willen nog steeds natuurlijk die zeeslagen aan de muur hebben hangen, maar ze hoeven niet meer eigenlijk al het menselijk leed wat erin zit zo duidelijk te zien. Ja, zoals al werd gezegd, dit komt allemaal in boekvorm uit bij het Rijksmuseum later dit jaar. Als er interesse is, dan kan dat later nog worden nagelezen. En ik wil ook alle vrijwilligers nog bedanken voor jullie bijdrage aan het toegankelijk maken van bronnen. Want ik als onderzoeker put heel graag uit eigenlijk dit soort gedigitaliseerde werken waarin je zoveel meer mogelijkheden hebt om te zoeken bijvoorbeeld. Dus ook een bedankje van mij richting jullie.